Hey lieve Kim, misschien een gekke vraag, maar mijn lichaam en brein zijn op voedingsstuk echt geprogrammeerd met de angst om iets tekort te komen. Mijn moeder zei vroeger al tegen mij, jij kon in je vorige leven wel in de oorlog hebben geleefd. Altijd bang dat ik iets tekort kom op het gebied van voeding. Dat uit zich ook bij iedere maaltijd een zo volledig mogelijke maaltijd willen hebben waarin zoveel mogelijk macro's en micro's ruimschoots vertegenwoordigd zijn. De gedachte daar nu bij is dat ik denk dat ik dan dat ik me dan beter en gezonder voel. Echt denk ik dat het stukje angst is om tekort te komen op voeding het echte stuk is. En de gedachte over het beter gezonder voelen slechts een stukje ego die het andere niet wil zien. Heb je heel veel tips? Ik vind het heel knap dat je die zelfreflectie hebt. Maar de vraag die meteen in mij opkomt is het erg dat het zo is? Ik bedoel, heb je er last van? Is het een probleem? Want ik weet bij mezelf, ik heb ook een hele lange weg afgelegd op het gebied van afkomen van een eetstoornis en gedachteshift op het gebied van eten. Ik herken hier veel van wat jij zegt. En nu merk ik als ik wegga, maar dat is ook omdat ik gewoon heel veel honger heb, ik ga nooit de deur uit zonder eten bij me te hebben bijvoorbeeld. Als ik thuis ben, dan is dat niet zo'n ding, want dan weet ik dat ik continu alles kan pakken. Maar bijvoorbeeld op een maandag was ik de hele dag weg, op dinsdag had ik die fotoshoot. Dan heb ik een tas met eten bij me. Daar zitten fruit in, daar zit drinken in, daar zitten boterhammen in, daar zitten koekjes in. Er zit gewoon alles in. En er zit zelfs groenten in. Ik voel me daar super goed bij. Want dan weet ik, als ik honger heb, heb ik wat te kiezen en kan ik eten. Ik vind daar niks mis mee. En de ene zegt, moe, ben jij een controlfreak? En ik zie het als, nee, ik ben gewoon goed voorbereid en ik zorg goed voor mezelf. Dus het is ook maar net hoe jij en wat voor perspectief dat je dit plaatst. Want ik lees dit en ik denk, ja, dan is het zo. Dan is dat hoe jij bent en wat voor jou fijn voelt. Is dat een probleem? Op het moment dat het een probleem is, oké, dan mag je er wat mee. Maar ik denk dat je er misschien helemaal geen probleem van moet maken. Want misschien is dit wel wat voor jou goed voelt. En dat mag. Ik bedoel, voor iedereen geldt wat anders. Voelt wat anders goed. Oké, maak daar niet zo'n big deal van. Ik denk dat het geen probleem hoeft te zijn.